Goedendag en hartelijk welkom bij deze tweede aflevering van Autisme TV. En die zenden wij uit op een bijzondere dag. Het is u vast niet ontgaan. Het is vandaag Wereld Autisme Dag. Dat is traditie dat dan heel veel gebouwen blauw oplichten. Van Paleis Soestdijk tot het beursgebouw in Amsterdam. Heel mooi. Thema van deze tweede uitzending van Autisme TV is aan het werk. Betaald werk of onbetaald werken. Hoe makkelijk, of moet ik misschien zeggen, hoe moeilijk is dat van de mensen met autisme die van school komen met diploma, krijgt maar 18% een baan. En dat is wel heel weinig. Hoe komt dat en hoe kan dat cijfer omhoog? Wat kun je daar nou zelf aan doen? Hoe weet je eigenlijk wat je kunt en niet kunt als je autisme hebt? Kan je een baan wel of niet aan? Het zijn heel veel vragen. Die komen allemaal aan bod in deze uitzending. Heeft u of heb jij tijdens of na de uitzending behoefte om te bellen? Dan kan dat, net als gisteren. We hebben mensen daarvoor klaarzitten. Het nummer is 026-3333-4x3-037. Dus 026-3333-037. Ik heb weer drie hele leuke gasten in mijn uitzending. En die wil ik graag aan u voorstellen. Hartelijk welkom, Gijs Horvers. Goedenavond. Goedenavond. Autismecoach, ja. Je hebt Asperger. Ja. En ik heb een indrukwekkende lijst op internet gelezen van jouw activiteiten. Je geeft lezingen. Kan je daar van leven? In combinatie met de cliënten die ik dan begeleid, kan ik daar samen van leven, zeg maar. En dat vind je ook ontzettend leuk? Ja, ik vind het vooral ontzettend leuk. Ik ga er helemaal in op. Ja. Dus misschien soms wel te veel in op. Maar het is ook weer een leerproces voor mij. Dus, Is dat vandaag ook gebeurd bij het congres wat jij bezocht hebt? Want daar ga jij over praten. Hè? Congres Autisme Werkgevers. Heb je een verslag van gemaakt? Ja. Gaan we straks naar kijken en over praten. Hartelijk welkom. Ook Alida Stukker. Dank je. Werkzaam in het Dr. Leo Kannerhuis. Jij begeleidt mensen met autisme op het gebied van opleiding en werk. Jouw motto is eigenlijk ken jezelf. Weet wat je zwakke kanten zijn. Weet wat je sterke kanten zijn. Ja. Dat is een gemene vraag. Wat is jouw sterkste kant? Nou, mijn sterkste kant. Ik denk dat ik goed kan associëren en verbindingen leggen. Netwerken, dat soort dingen. Leuk, zo'n sterke kant. Ik denk dat ik goed kan associëren. Ja. Wat is je zwakste kant? Mijn zwakste kant is dat ik misschien wel eens te veel, zeg maar, wil associëren en netwerken. Dus de chaos. Dat je af en toe denkt van nou, je hebt heel veel, ik heb een heel rommelig bureau. Meestal weet ik alles precies te vinden. Maar er zijn wel eens momenten dat ik iets te veel heb. Maar je hebt geen autisme, hè? Ik heb geen autisme. Ja. Tenminste, niet dat ik weet. Mag ik net zeggen. Hartelijk welkom ook Matthijs van der Molen. Hi. Jij bent blogger en je bent vlogger. Ik ben blond. Blogger kan nog een eind meekomen, maar wat is vlogger? Het is hetzelfde als bloggen, dus in feite een dagboek bijhouden. Alleen dan is mijn dagboek een video. Ja, ja, dat was logisch. Leuk, gaan we straks over doorpraten, want dat doe je veelvuldig. En ook met veel nut voor anderen. Bloggen en vloggen. Aan het eind van deze uitzending laten we overigens nog een oproep zien van het bedrijf. Het bedrijf zoekt mensen met autisme die in de Waaijong zitten en een baan als ICT'er zoeken. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. Hoe presenteer je jezelf? Wat vertel je nou wel? Wat vertel je nou niet over jezelf? Vertel je bijvoorbeeld tijdens een eerste kennismaking met een werkgever dat je autisme hebt? Vragen die niet iedereen op dezelfde manier zal beantwoorden. Op internet zijn behoorlijk wat video's en blogs te vinden van mensen die zichzelf presenteren en over hun autisme vertellen. Nou, laten we eens gaan kijken naar een kleine selectie. Hoi, ik ben Saskia, ik ben 17 jaar en ik heb MCDD. Oké, dit is het officiële startbericht van het blog over autisme van Kilian de Heet, dat ben ik dus. Hoe ga je er nou mee om als patiënt van autisme? Ja, ieder autist gaat er anders mee om. Iedere autist heeft ook weer andere hulp nodig. Ik ben best wel zelfstandig geworden. En ik woon ook op mezelf nu. We hebben totaal geen probleem met emoties voelen. We voelen ze soms zelfs veel beter dan andere mensen. Waar we wel problemen mee hebben, is om ze te tonen en om ze te herkennen bij andere mensen. Dus ga eens gewoon zoeken en leer hiervan. En leer de mens hierdoor begrijpen. En heb begrip voor ieder.
Ook voor mensen die geen autisme hebben. Wie ook heel actief een videoblog bijhoudt en ondertussen ook een commentaar zat te geven op al zijn collega's, is mijn gast Matthijs van der Molen. Jij PDD NOS. Ja. Jij houdt blogs bij of je presenteert. Wanneer ben je met dat videomaken begonnen? Oh, al een hele tijd geleden. Ik deed een opleiding sociaal-cultureel werk en daar werd ik op stage naar buurthuizen gestuurd. En ik moest iets hebben waarmee ik met mijn groepen om kon gaan en dat was video. Dat was mijn ding en dat heb ik toen gebruikt en dat werd steeds leuker voor mij. En op een gegeven moment ben ik op YouTube video's gaan doen en een van mijn populairste was een video genaamd PDD NOS. En dat was min of meer degene die de bal aan het rollen bracht en ervoor zorgde dat ik eigenlijk veel liever daarmee doorging. En ik heb daar uiteindelijk meerdere video's over gemaakt. Ja, laten we even kijken naar een fragment. Want je hebt een hele reeks video's gemaakt over PDD NOS. Hoe je daarmee om moet gaan, heeft hij gemaakt. Een fragmentje uit een van die video's is eentje uit een aflevering over structuur en chaos. Want ik maak een chaos van mijn complete leefomgeving. Mijn kamer is in een standaard formaat een troep. En dan krijg ik dingen binnen waar ik naar moet kijken en bezig moet zijn. En ik bekijk het en dan snap het helemaal niet precies hoe de brief is opgesteld. Er is geen duidelijkheid. Dus ik denk van wat moet ik hier nou mee? En ik leg het op een stapeltje. En ik denk van ik kom er later wel weer even op wanneer ik mijn hoofd op een rijtje heb. Dat gebeurt natuurlijk niet. Waardoor het stapeltje alleen maar groter wordt. Tot het boven mijn hoofd uitkomt. Waardoor ik niet meer weet van wat ik ermee aan moet. En uiteindelijk echt helemaal strontgek word van het hele idee van dat ik allemaal dingen om me heen heb. Allemaal troep om me heen heb. Waar ik geen oplossing voor heb. Ik voel me slechter. Mijn kamer is een troep. Dus daar word het ook niet beter van. En alles bij elkaar opgeteld wordt mijn leven er niet prettiger door. Dus ik heb heel erg veel chaos. Maar de grootste chaos zit hier. En die chaos kan ik niet oplossen. En die chaos heeft een naam, dat heet PDD NOS. Ik heb ze allemaal bekeken. En deze heeft meer dan 2000, niet likes, maar... Views. Views, dankjewel. Ja. Ja, dankjewel. Meer dan 2000 views. En dat geldt voor die andere over, waarin je praat over PDD NOS, ook heel veel views. Ja. En wat zijn de reacties die je krijgt op de wijze waarop jij vertelt over jou en PDD NOS? Nou, het is een beetje tweeledig. Ik ben niet zo heel snugger geweest. Ik heb mijn eigen e-mailadres ook beschikbaar gemaakt op mijn kanaal. En onder de video's krijg ik heel erg veel opmerkingen over van ja, dit is herkenbaar. Ja, en viel mij ook op. Zo valt het me op. En andere opmerkingen die gaan over de stelling die ik aan het einde van de video noem. Want in feite waar het om mij gaat in die video is ook mensen aan het praten te krijgen over hetgene waar de video over gaat. En dat is eigenlijk het voornaamste. Mensen herkennen het. Buiten de video's om krijg ik ouders en bekenden omheen en die zeggen van, oh, zit het zo in elkaar? En ik krijg mensen waarvan ik weet dat ze ook PDD-NOS hebben of een vorm van autisme, zeggen van, jij zegt het, mij lukt het niet om uit te spreken. Wat tof. Maar je geeft jezelf wel heel erg bloot. Hè? Je vertelt heel veel over jezelf. Daarmee help je een ander. Help je jezelf daarmee ook aan werk? Hebben werkgevers wel eens gereageerd op die filmpjes? Nee, helaas. Dat is helaas nog niet gebeurd. Het zou wel tof zijn. Want je hebt verschillende baantjes gehad, banen. Ja, banen. Ja. Dat is niet altijd even goed gegaan, hè? Nee. Sterker nog, veel van die banen waarbij dan mijn PDD NOS om de hoek kwam zitten, daar heb ik dus best wel mijn problemen mee gehad. Aan de ene kant heeft het te maken met het feit van hoeveel ik aan kan. Ik heb mezelf heel veel werk opgeleverd waarvan ik dacht van, nou, sociaal werk, dat vind ik zelf heel leuk. Mijn hart ligt er ook bij. Ik praat graag met mensen. Maar het probleem alleen is van, het kost mij veel energie. Waardoor ik 3 maanden aan de slag ben en heel veel energie en plezier erin steek. Maar daarna is mijn energie zo erg op. Je gaat tot het gaatje, doet echt alles. En daarna ben ik kapot en ben ik een maand uit de running en geen enkele werkgever vindt dat leuk. En leg jij uit dat je PDD NOS hebt? Of heb je dat toen uitgelegd? Soms zeg ik het wel, andere keren niet.
ik heb geleerd heel voorzichtig mee te zijn. Want ik heb gevallen meegemaakt van dat op het moment van dat mijn werkgever erachter kwam dat ik PDD-NOS had, of dat ik het hem vertelde, dat die werkgever mij op een heel vervelende manier ging behandelen. Een beetje betuttelend aan de ene kant, maar andere mensen die gingen dan heel voorzichtig mij uit de buurt. Ze maakten hun eigen beeld, in feite projecteerden ze op mij, waardoor ik op dat moment helemaal geen leuk werk meer had. Maar wisten waarschijnlijk ook niet precies wat het nou inhield? Nee, ondanks mijn pogingen om het wel te vertellen. Ja. Moet je jezelf zo blootgeven, Alida? Of niet? Tja, dat ligt eraan. Dat is heel moeilijk om ja of nee te zeggen. Ik denk dat het wel goed is dat je jezelf enigszins blootgeeft, zeker op een werkplek. Omdat je dan ook wat meer, zeg maar, begrip kunt krijgen voor je sterke en zwakke kanten. Ja, maar dat pakte hier weer anders uit. Ja, precies. Daarom is het niet zo simpel om te zeggen ja of nee. Gijs? Ja. Ja, ik denk dat je niet per se altijd meteen hoeft te zeggen dat je autisme hebt. Want wat Matthijs ook een beetje zei, als je autisme zegt, dan komt er in één keer een beeld van iemand anders mee. En ik denk als je gewoon vermeldt wat je sterke en zwakke kanten zijn, dat is eigenlijk wat iedere PNO'er wil. Zo kom je een organisatie binnen. Maar dat moet wel realistisch zijn. Wat ik wel vaak bij mensen met autisme zie, en heb ik ook bij mezelf gezien, is dat ik niet altijd heel realistisch zag wat dan die zwakke kanten waren. Die een beetje afzwakt, want die wil je nooit zo graag zien. Dus, ja. Wat doe je nu voor werk, Matthijs? Of ben je alleen met... Want dit is volgens mij je passie en je liefde. En, ja, dat zeker. Daarnaast, filmpjes bezig. Ja, daarnaast maak ik schoon op het ziekenhuis. Als op de operatiekamers. Nou, dan gebeurt het in ieder geval goed. Wat heel belangrijk is. Hebben ze weten. Bewust jou op de OK gezet? Uiteindelijk wel. Ik heb wel een andere taak, maar ze zagen dat ik mijn werk gewoon goed deed. En dan kom je op de OK, want de OK komt eigenlijk alleen maar de mensen die echt gewoon goed hun werk doen. Dus dat, dus ik heb wel een stukje erkenning daarin gekregen. Maar ja, goed, ik ben op dit moment bezig naar een andere opleiding te kijken. Naar een ander opleidingstraject te kijken. Want schoonmaken is niet zo'n heel goed betaald baantje. En ik heb nog steeds bijstand nodig om rond te komen. En dat is toch niet uiteindelijk hetgene waar ik wil. En wil je uiteindelijk met film maken, video's maken over autisme of over andere onderwerpen je geld verdienen? Nee, ik denk het niet. Want het wereldje van het film maken, daar zit toch best wel een beetje een druk achter. Dan moet je iets goed doen. En ik heb voor film en video gekozen omdat ik daar al mijn creativiteit in kwijt kan en mijn spontaniteit. En ik kan mijn eigen ding doen. Daarom zit ik ook op YouTube en zoek ik niet de lokale tv-zender uit of zoiets. Dus ik zoek in feite, mijn passie is mijn passie. Daar doe ik al mijn plezier in. Ik verdien er ook een klein beetje geld mee, maar niet heel erg veel. En daarnaast zoek ik gewoon een baan waarvan ik kan leven. En dat moet voldoende zijn. Maar dan moet ik het natuurlijk ook leuk hebben. Helder. Matthijs van der Molen. Onze tweede gast aan tafel heeft u gehoord en gezien. Gijs Horvers, autismecoach. Kan jij eens in een paar zinnen, want het is voor iedereen weer anders, merk ik, vertellen wat het voor jou inhoudt, autisme? Nou, voor mij is autisme een andere manier van informatie verwerken. En dus alle informatie die via zintuigen binnenkomt, die wordt sneller of trager verwerkt. En door die andere manier van informatie verwerken, heb je soms problemen met communicatie. Heb je soms je eigen structuur nodig en dingen. En naar mijn idee is het niet zo dat, wat mensen altijd zeggen, mensen met autisme hebben altijd communicatieproblemen. En altijd moeite met structuur. Nee, dat komt door die andere manier van informatie verwerken. Dan krijg je als het ware heel veel overprikkeling of stress. Dus je veel stress hebt, heb je veel autisme. Je herkent wel wat Matthijs zo net zei, dat als je vertelt dat je autisme hebt, nee, maar ook als je vertelt dat autisme hebt, dat gelijk een ander het beeld van wat hij of zij heeft van autisme op je legt. Nou, dat is kan niet communiceren. Ik ben laatst bij een dokter geweest en vertelde, ik zou het onderzoek rustig willen uitleggen, ik heb autisme. Zegt die man, dus jij hebt autisme? Oh, kijkt hij me zo aan, ja, het gebeurt echt. Ja, echt hoor? Ja, ik lach er nu om, maar dat is natuurlijk buitengewoon triest. Wat voor arts was dat? Je hoeft zijn naam niet te noemen, maar wat voor soort arts was dat? Heel goeie. een keelarts. Ja, die schreeuwt natuurlijk om... schreeuwt om aandacht. Zijn eigen keel. Maar goed, het is wel een feit dat niet iedereen ermee om kan gaan. Zelfs dus niet de medische professional. Je hebt ook één ding gemeen met Matthijs. Dat is dat jij ook... Nou, op internet behoorlijk te vinden bent in filmpjes. En het is wel aardig om een fragment te laten zien van jou, waarin Gijs vertelt
over een moeilijke periode in zijn leven. Gijs Horvers. Toen ik 16 was, mat ik met deze mooie hanekam aan die u daar ziet. En zoals mensen dat dan noemden, ik was een alto. En ik werd in bussen geweigerd op een gegeven moment. En zeiden ze, ja, het is geen carnaval, ga maar lopen. Het resultaat was dat ik vluchtte in middelen gebruik. Cannabis, alcohol, medicatie, combinatie van beide. In de hoop dat dit mijn geest enigszins zou verruimen. En ook te vluchten, maar ook in het beter maken van contact om me af te stemmen op de wereld waarin ik leefde. Ik werd wel opener, maar wist nog niet met welke intensiteit ik dingen moest uiten. Het miste uiteindelijk volledig zijn doel, want ik werd steeds vreemder. En uiteindelijk zelfs vooral heel erg bang. Na mijn afstuderen aan de Kunstacademie viel het laatste beetje structuur dat ik had, viel ook nog weg. En kort daarna ook mijn relatie. De 10 jaar daarna die werden gekenmerkt door heftige relaties en vooral wederzijds onbegrip. Ik was qua werk gezien afwisselend ZZP'er in webdesign en anderzijds groenteman, productiemedewerker, vakkenvuller. Telkens viel ik weer hele periodes uit en bracht zelfs een aantal maanden in een instelling door. Maar deze periodes waren vooral gekenmerkt door eenzaamheid. Niet dat ik feitelijk alleen was, maar ik voelde me alleen. Bijna altijd. Op mijn 30ste, nadat ik volledig clean was, want dat was een voorwaarde dat ik getest zou worden, kreeg ik de diagnose Asperger. Het is een heel mooi beeld wat je schetst van een hele moeilijke periode in jouw leven, waarbij je uiteindelijk ook ontspoort, zou je kunnen zeggen. Vind je dat terugkijkend? Het was een periode drugs, van drank. Eigenlijk was een periode van onderschatting, overschatting. Ik probeerde als zelfstandig webdesigner rond te komen en vormgever. En overschatte mezelf daar ontzettend veel. En dan crashte ik weer een periode en dan was er heel erg weer onderschatting van mijn omgeving. Op een gegeven moment zit je in die cirkel van onderschatting, overschatting. Dat zie ik bij heel veel mensen. En dan raak je gefrustreerd. Wanneer kreeg jij op het moment de diagnose Asperger? Toen ik 30 was. Voor mijn 30ste verjaardag. Wat betekende dat voor jou? Voor je 30ste verjaardag? Ja. Wat betekent dat voor mij? In eerste instantie helderheid. En in tweede instantie eigenlijk alleen maar een of andere verklaring dat ik allerlei dingen niet zou kunnen. Daar was ik wel... Het was even zoiets van, oké, dan ga ik me daarin berustigen. Maar ik blijf in mijn waaijong-uitkering liggen, zeg maar. Ik ga niks meer doen. Maar toen dacht ik, hé, maar zo ben ik niet opgegroeid. Ik ben wel iemand die iets wil doen en ik kan wel communiceren. Oké, het loopt wel vast bij hoge en moeilijke intense emoties. Maar ik kan wel allerlei dingen. Toen ben ik weer die positiviteit op gaan zoeken. En je bent uiteindelijk autismecoach geworden. Ja, er gaan allerlei termen rond in die wereld. Ik geef de opleiding autismevriendelijke coach bij Auticon. En van daaruit ben ik autismecoach. Maar bovenal ben ik ervaringswerker. Ik vind altijd, iedereen is ervaringsdeskundige. Want zo gauw je in de poep trapt, ben je ervaringsdeskundige, vind ik. Ervaringswerker ben je als je iets met hetgene wat je meegemaakt. Als je daar een opleiding of iets met een cursus of iets mee gaat doen. En dat is voor mij een belangrijke term. Je geeft ook heel veel lezingen. En ik heb de reacties gelezen op internet van aanwezigen bij jouw lezing. Een van diegenen trof mij ook wel. Die zei, gisteren was ik de hele dag in een zaal met 200 moeders. Deze moeders hebben allemaal een kind met autisme. Aan het einde was er Gijs. 34 jaar met autisme. Gijs had humor en gaf een toppresentatie. Vanaf nu staat Gijs voor hoop voor al deze moeders. Dat is wat je zei. Toen dacht ik, wat is het? Wat is jouw boodschap dat je die 200 moeders hoop hebt gegeven? Ik wil het niet ontkrachten wat er gezegd wordt, maar ik doe het niet bewust of zo. Weet je, wat het wel is, ik ben eerlijk, ik ben open en ik laat zien waar ik vandaan kom. In alle openheid en eerlijkheid. En laat zien wat de struggle is en wat de moeilijkheden zijn, hoe ik daar gekomen ben. Welke moeilijkheden ik nog steeds heb. Dat is eerlijkheid. En als psychiaters nog steeds vertellen, uw kind zal nooit trouwen, houdt u daar maar rekening mee, uw kind zal nooit een baan krijgen. Als dat soort dingen nog steeds gezegd worden,
En dan snap ik wel dat ik moeders opgeef. Omdat het wel kan. Als je een kind al opgroeit met de gedachte, je zult dit nooit krijgen, dan zal je het ook nooit krijgen. Wat is jouw tip dan? Wat zijn de tips die jij geeft aan mensen met autisme om een baan te krijgen of te solliciteren en dat succesvol af te ronden? Dus niet echt een concrete vraag, maar... daar blink ik altijd in uit, maar ik kom er altijd mee weg. Maar met jullie natuurlijk helemaal niet. Nee, ja. Oké, wat is de beste tip voor iemand die moet solliciteren? Als je autisme hebt. De beste tip om te solliciteren? Ja. Jezelf douchen, deo opdoen. Het is een tip wat heel veel coaches niet durven zeggen. Misschien kom je dat ook wel eens tegen in je werk. Maar sommige mensen die hebben dan nog zo goed in zijn werk, maar ze stinken gewoon. Ja. Of ze hebben gewoon een hele rare kleren aan. En dan kun je nog zo goed willen, maar dat telt nou wel mee in onze maatschappij. En dat wil niet zeggen dat je niet authentiek mag zijn. Maar als je zelf iets wil krijgen, dus een baan wil krijgen, dan zul je er ook iets voor in moeten zetten. En wat is dan het belangrijkste wat je zegt tijdens je sollicitatiegesprek? Het belangrijkste wat je zegt, je vraagband. En dat je zelf ook vragen kunt stellen. Als je zelf namelijk een goede wedervraag... Ik stelde net een goede wedervraag terug naar jou, omdat ik het antwoord nog niet wist. Dat heb ik ook maar geleerd. En dat is voor mij een van de belangrijkste tools, vragen stellen. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Plan B, is een boek van jou, komt uit in de zomervakantie. Een boek van mij en Marion Kuipers. En dat komt uit in de zomervakantie. Waar gaat hij over? Autisme, je kunt er niets aan doen, maar wel iets meedoen. Op basis van NLP... dan moeten mensen maar even googlen, als het duurt te lang dat ik dat ga uitleggen, hebben wij een aantal dingen opgeschreven, samen met voorbeelden uit mijn eigen leven, waar we denken dat je best wel veel aan kunt hebben. Dus eigenlijk er toch wel iets mee kunt doen. Wil je nog een keer de titel? Autisme, je kunt er niets aan doen, maar wel iets meedoen. Ja, dat is prachtig. Dat is ook mijn motto. Dat is een mooi motto, prachtig. Vandaar dat ik hem nog een keer wilde laten herhalen. Ja. En er zit ook heel erg die positiviteit in. Ik denk dat positiviteit het belangrijkste is. Gijs Horvers met een duidelijke boodschap. Stel je ziet een leuke baan. Of je hebt gehoord van een vrijwilligersproject waar je wel aan mee wilt doen. Dan is het dus belangrijk dat je goed weet wat je kunt en ook wat je minder sterke kanten zijn. Nou, Alida Stukker van het Dr. Leo Kannerhuis helpt mensen met autisme om een reëel zelfbeeld te krijgen. Dat is hier ook al een paar keer genoemd. Dat is buitengewoon belangrijk. Inzicht krijgen in wie je bent, dus wat je sterke kanten zijn en wat je zwakke kanten zijn. Oftewel minder sterke kanten. Alida, een beetje weten wat je sterke kanten en zwakke kanten zijn, dat kan je helpen. Dan denk ik, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Klopt. Voor mij ook. Ja, dat klopt. Geldt het nog meer dan voor mensen met autisme? Nou, ik denk dat het voor mensen met autisme veel ingewikkelder is om een goed beeld van zichzelf, zeg maar, te krijgen. Omdat het sowieso ingewikkeld is vaak om te weten van wat voor impact heeft mijn autisme nou en welke vorm van autisme heb ik nou precies, want dat is zo verschrikkelijk verschillend, dat mensen soms wel een diagnose hebben gekregen, maar verder niet weten, ja, en wat is het dan? En wat betekent dat dan voor mij? En dat is soms een beetje een ondergeschoven kindje, zal ik maar zeggen. Dus ten eerste is het dan, denk ik, heel veel, het heeft heel groot belang om psycho-educatie te krijgen. Dus nee, misschien is het leuk om even jouw, zeg maar, een plaatje erbij te halen, wat nog inzichtelijker maakt hoe jij dat als het ware doet. He, samen met jouw cliënten. Om je bedoelt te kijken het competentieprofiel. Wat je sterke en zwakke kanten zijn. Dat is dit plaatje. Ja. Sferen, persoonlijkheid, vaardigheden, wens, motivatie, realisme, manier van leren en werken. Dat loop je als het ware langs? Ja, nou dat is eigenlijk een beetje de kapstok waarin ik het profiel wat ik samen met de persoon met autisme probeer in te vullen. Het is eigenlijk de kapstok waardoor wij weten van nou, we gaan het complete plaatje maken. Dus we gaan niet alleen kijken naar wat is nou precies wat je goed kunt, hè? Je cognitieve vaardigheden of je praktische vaardigheden. Maar het is ook heel belangrijk om te weten, wat is nou precies jouw drijfveer? En weten de meeste mensen dat niet? Nou, soms wel, maar het is ook heel vaak dat mensen denken dat ze iets willen. Terwijl als je soms doorvraagt, en we zien mensen over het algemeen minstens 4 à 5 keer een uur of anderhalf, dat er soms wel andere drijfveren onder liggen. Of dat ze bijvoorbeeld een wens hebben die eigenlijk meer de wens is van hun omgeving. Dat herken je wel, denk ik, hè, Matthijs? Oh ja, dat je een helder beeld hebt van wat je nou eigenlijk wil of niet. Ja. En soms is het ook een beeld wat
waarschijnlijk niet eens een duidelijk beeld is. Omdat mensen met autisme soms ook moeite hebben om zich iets voor te stellen. En misschien een beeld hebben bij een beroep wat eigenlijk niet helemaal klopt. Dus het is ook vaak zaak om door te vragen, om te kijken van wat stel je dan voor bij deze, deze richting die je eigenlijk denkt te ambiëren. En dan blijkt soms dat het eigenlijk toch net iets anders was. En dat er iets anders is wat ze eigenlijk heel leuk vinden, waarom ze daarvoor koos. Dus het is heel belangrijk om die motivatie heel goed te krijgen. Maar het komt natuurlijk ook voor, die passie is belangrijk. Kan ik mij van gisteren ook nog herinneren, dat Ivo dat zei. Passie is zo ontzettend belangrijk, je moet iets doen vanuit jezelf. Maar ik denk toch dat je ook nog wel eens dan tegenkomt samen met je cliënt, dat die passie toch niet past bij wat iemand daar eigenlijk voor ogen wil. Er staat niet voor niks bij wensen, motivatie en realisme. Dus soms is het wel duidelijk wat de drijfveer is. Als dat duidelijk is, dat is al belangrijk. Maar dan moet je ook kijken, als je het afzet tegen al die andere, vierkantjes op dit plaatje, of het ook reëel is of realistisch is in deze maatschappij, om met jouw persoonlijkheid en met jouw vaardigheden, en niet te vergeten jouw manier van leren en werken, om te kijken of het mogelijk is om die kant op te gaan. Of dat je misschien iets naar links of naar rechts zou moeten. Maar goed. En als je dit toepast met, bij mensen die al een baan hebben, maar ontdekt hebben dat ze autisme hebben, krijgen ze dan een ander beeld? Soms komen ze erachter dat eigenlijk bepaalde onderdelen van hun functie haaks staan op waar ze eigenlijk hun kwaliteit hebben liggen. En dat hun kwaliteiten misschien niet helemaal worden aangeboord, zal ik maar zeggen. Dus dat ze eigenlijk misschien net een kleine verschuiving in hunzelfde functie nodig hebben. Of misschien wel een hele andere koers moeten gaan varen om tot hun recht te komen. En dat is, soms. Ja, wat mij opvalt van wat ik ervan gelezen heb, is dat soms maar kleine dingetjes zijn die ervoor kunnen zorgen dat je je baan niet kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld, je zit naast een tikkende klok of naast een koffieapparaat wat voortdurend loopt. Daar zal er wel gevoelig voor zijn. Dat kan soms heel veel energie kosten en heel veel afleiding veroorzaken. En soms heeft de persoon met autisme zelf misschien nog niet eens door dat dat iets is wat hem heel erg belemmert. Moet je het altijd te berde brengen? Want niet iedereen wil praten over zijn eigen autisme. Nee, maar dat is net als wat Gijs ook zegt. Je hoeft dan ook niet per se meteen over je autisme te praten. Ik heb heel veel cliënten inderdaad die dat woord eigenlijk niet willen uitspreken. Maar je kunt ook gewoon benoemen waar heb ik last van. En wat zou helpend zijn om beter te kunnen functioneren. Of zelf er gewoon iets aan doen. Ik ken ook mensen die zelf gewoon hun werkplek inrichten. En zeggen, ik wil toch eigenlijk liever mijn bureau in die hoek hebben staan. Bijvoorbeeld met de rug naar de rest toe. Of ik wil graag muziek op mijn oren hebben. Ja, Gijs, je herkent dat, want je zit te knikken. Ja, ik ben mijn eigen baas geworden. Helemaal makkelijk. Maar die oplossing heeft natuurlijk niet iedereen. Wat heb je nodig? Hè? Want je kan inzicht hebben in je sterke en zwakke kanten. Je kan vervolgens je werk, voor zover dat mogelijk is, zeker in de huidige tijd waarin we zitten, de crisis, kun je daarop aanpassen of uitzoeken. Soms. Maar ben je er dan? Soms is het ook niet mogelijk om wat je zegt, om dat allemaal uit te zoeken. Soms moet je ook een beetje geluk hebben dat je het kunt vinden, dat dat passend is. Want als je weet wat je nodig hebt, dan ben je één stap verder. Maar om dan ook nog precies dat te vinden wat je nodig hebt. Vaak moet je toch water bij de wijn doen. Zo zit het nou eenmaal. Zelden dat je echt een ideale plek hebt waar je helemaal alles hebt wat je nodig hebt. En dat is natuurlijk het ideaal plaatje. Heb je altijd begeleiding nodig op je werk? Niet voor iedereen geldt dat, nee. Steunpilaar? Voor veel mensen geldt wel dat ze liefst een vast aanspreekfiguur hebben waar ze dan terug kunnen vallen. Heb jij die nu, Matthijs? Ik heb mijn leidinggevende. Maar ik kan mezelf redelijk goed redden. En in mijn thuissituatie heb ik mensen waar ik tegenaan kan praten wat heel erg veel helpt. Dus in mijn werksituatie niet echt heel erg. Maar thuis voldoende om te zorgen dat ik er doorheen kom. Ja. Goede basis. Ja, toch kan ik me voorstellen dat je juist op je werk iemand nodig hebt die toch precies weet wat je sterke kant en zwakke kant zijn en hoe je functioneert op een goede manier. Moet je die zoeken, Gijs, op je werk? Nou, je kan het alleen vanuit mijn eigen, ik zeg dan wel grappend van ik ben mijn eigen baas geworden. Maar degene met wie ik veel samenwerk, maar Marion Kuipers, is wel dat ik veel met haar spar over dingen. Dus ik vind het wel belangrijk om een persoon te hebben waar je feedback mee kunt hebben. En waar je over dingen mee kunt praten. Dus ik vind dat eigenlijk wel belangrijk. Maar de boodschap is hier heel duidelijk en dat klinkt wel steeds door. Je moet inzicht krijgen in je sterke en zwakke kanten. En ook vooral inzicht in hebben in de voorwaarden die voor jou maken dat jij lekker kunt functioneren.
Vaak hebben veel mensen met autisme, valt me op, heel veel behoefte aan vrijheid. Ze willen graag, ook zijn ook veel mensen met autisme die heel creatief zijn. En veel, gewoon vernieuwend willen zijn. Maar de meesten hebben ook behoefte aan kaders die vrij sterk zijn. Dus dat is vaak een dubbeling die moeilijk te vinden is. Maar het kan wel. Ja. Alida Stukker. Een beetje hulp kan iemand met autisme erg helpen om succesvol te zijn. Er zijn ook studenten die steun geven aan jongeren met een Wajong-uitkering. De studentenorganisatie Enactus is wereldwijd actief. En de Nederlandse afdeling doet onder andere een project waarbij studenten jongeren met een Wajong-uitkering aan een baan helpen. Coffee Career heet dat project. Zo werd de 21-jarige Barry, die PDD NOS heeft, aan een baan geholpen in een koffiebar. Hij werd begeleid, kreeg promotie, werd leidinggevende en werkt nu als gastheer bij Holiday Inn. In de video wordt nog even SAIF genoemd als organisatie, maar de naam is inmiddels veranderd in Enactus. De visie van SAIF UvA is vooral inderdaad lokaal, omdat hier ook gewoon genoeg mensen zijn die hulp nodig hebben. Hier kunnen we ook echt ter plekke aanwezig zijn en zien wat mensen nodig hebben. Wie mag het zeggen? Wij zijn nu bij het project Coffee Career. Dat is door SAIF opgestart. En hier zijn vier Wajong-kandidaten aan het werk om in het werkritme te komen en te kijken of de horeca bij hen past. Wij zijn op zoek naar Wajongers die dus interesse hebben in horeca en die ook net eigenlijk één stapje nodig hebben om weer in de arbeidsmarkt te komen. Een espresso. En dan werken ze hier 3 maanden aan een stage en dan gaan we daarna op zoek om te kijken of ze of hier of een andere locatie kunnen werken. 1, 2, natuurlijk. Ik denk dat het heel goed is om op deze manier weer in het werkritme te komen en ook te kijken, past die horeca nou bij mij? En dat eigenlijk allemaal op een hele informele, veilige manier. Welke knop moet ik hebben voor een gewone middels? Oké. Ik ben Barry, 21, kom uit Krommenie. Ik heb hier vorig jaar een periode als Wajongen gewerkt. Ik heb geleerd hoe je koffie moet zetten, hoe je mensen moet bedienen, mensen moet helpen, hoe je de boel schoonhoudt enzovoort. Daarna heb ik hier een vast contract gekregen en heb ik hier als begeleider, leidinggevende gewerkt. En heb ik hier dus ook weer 3 maanden lang andere Wajongeren begeleid. Ik had een Wajong-uitkering omdat ik een lichte vorm van PDD NOS had. Ik vond vroeger contact te leggen heel erg moeilijk en zo kwam ik eigenlijk ook hier terecht. Ik weet nu echt hoe je mensen om moet gaan. Ik weet hoe je ze moet inschatten, hoe je van tevoren al kan zien wat ze willen of wat ze verwachten. En dat is al in ieder geval een heel groot iets wat ik hiervan geleerd heb. Ik heb onderhand ook een baan en ik werk bij Holiday Inn, momenteel als gastheer. Ja, het voelt alsof ik een hele stap omhoog heb gemaakt. En die ervaring kan ik zeker meenemen naar mijn toekomst. Dat was Barry. Vrijwillige begeleiding heeft, kun je zeggen, in dit geval erg geholpen. En het leuke is dat het mes aan twee kanten snijdt. Ook de studenten worden er wijs van. Ze leren wat begeleiden inhoudt. En ze moeten van alles organiseren. En ze krijgen ook inzicht in mensen met een beperking. Ook al mag ik dat woord volgens mij niet van jou gebruiken, hè Gijs? Ik vind het wel een nawoord. Want je gaat al uit dat mensen, vanuit dat mensen iets niet kunnen. Ja, ik vind het een moeilijke discussie. Kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid. Ja. Oké, ga ik over nadenken. Nou, iedereen die meer wil weten over het studentenproject kan kijken op de website www.enactus.nl. www.enactus.nl. Nou, waar gaan we het over hebben? Dit is wel heel erg leuk. Want bij een groeiend aantal bedrijven zijn mensen met autisme welkom. Omdat gezien wordt dat ze talenten hebben die bedrijven goed kunnen gebruiken. Autitalent, dat is een uitzendbureau speciaal voor mensen met autisme die ingezet worden bij digitaliserings- of administratief werk. Autitalent gebruikt dus juist die krachtige talenten van mensen met autisme om mensen aan het werk te krijgen. En dat lukt aardig. Inmiddels zijn er 60 mensen aan het werk via dit uitzendbureau. Onze belangrijkste taak is om te zorgen dat wij geschikt werk hebben voor de mensen met autisme. Dus aan de ene kant het zoeken van de juiste opdrachtgevers die dossiers willen laten digitaliseren. En aan de andere kant het begeleiden van onze mensen, zodat hun beperking door het autisme eigenlijk weggenomen wordt. Mensen met autisme
leveren een heel erg professioneel resultaat, omdat ze precies doen wat er afgesproken is in de procedure, omdat zij geen hekel hebben aan wat wij monotoon werk noemen. En daarnaast worden de kwaliteit van de dossiers erg verhoogd, omdat ze heel erg veel oog voor detail hebben, dus alle fouten eruit halen. Ja, bevalt prima. Het is niet al te moeilijk werk en ja, het is goed te doen. Het stemt zich af op mij, dat vind ik wel heel erg prettig. Dit zijn dingen die ik goed kan. Andere werknemers die willen dat je een opleiding volgt om dingen te doen die zij willen dat je doet. En hier is het zeg maar gewoon wat kan jij en dat laten we hier doen. Mensen met autisme kun je vergelijken met diesels. Ze hebben tijd nodig om op te starten, om warm te worden en daarom een iets tragere opstart als bij andere mensen. Ze hebben iets meer onderhoud nodig, zoals een diesel, en dat wil zeggen de begeleiding die wij ze geven op de werkvloer. Maar als een diesel warm is, blijft hij tot in lengte van jaren goed doen en dat is de kwaliteit die wij leveren. Nadelen van mensen met autisme zijn dat zij in de communicatie nog wel eens anders reageren als ons. Vraag iemand met autisme niet om naar een verjaardag toe te komen op het bedrijf waar ze 10 onbekende mensen zien. Daar hebben ze gewoon veel moeite mee. Ik heb eerder gewoon bij een bouwmarkt ingestroomd als in zijnde normaal persoon, zonder gebruiksaanwijzing, wat dan ook. Maar dat is toen helemaal misgegaan. Ik werd depressief, overwerkt en zo. Ik draaide veel te veel uren in de week en ik kon mijn grenzen niet aangeven. En hier is het gewoon, je leert je werkzaamheden doen en dan kan je gewoon je eigen ding doen. Je hoeft niet terugkoppeling te krijgen van andere mensen, je hoeft niet vragen te stellen of wat dan ook. En mocht het een kind nodig zijn, dan is er altijd iemand in de buurt. Wil je meer weten over Autitalent? Dat kan. Kijk op www.autitalent.nl. Een uitzendbureau. Er was heel veel discussie hier aan tafel. Soms denk ik moet een extra camera hier ophangen, zodat je kunt zien hoe er gereageerd wordt op die filmpjes. Dus ik vroeg me af, zo'n uitzendbureau, dus puur voor alleen maar met mensen met autisme. Valt dat nou wel of niet in goede aarde? Jullie waren zo heftig aan het discussiëren. Nou, ik weet, we vielen een beetje over het manier van waarop er werd gepraat over ze. Ze vinden dit, ze vinden monotoon werk niet erg, ze dit. Ja, Matthijs riep gelijk monotoon werk. Precies, dat is te algemeen gezegd. Er is een bepaalde groep mensen met autisme die dit werk leuk vindt en ook geen problemen heeft met monotonie. Maar er zijn heel veel mensen met autisme waar dit niet voor geschikt is, zou ik maar zeggen. Maar dat is een beschrijving, hè? Ja, maar dat gaat het belangrijk, hier om dat je hebt een uitzendbureau en die zegt, wij focussen ons puur alleen op mensen met autisme. Ja? Nee, niet alleen op mensen met autisme. Mensen met autisme en een Waaijong-uitkering. Ja. Als je geen Waaijong-uitkering hebt, mag je niet meedoen. Val ik buiten de boot. Dat heeft ongetwijfeld met de financiering te maken. Ja. Maar vind je dat vervelend dan? Nou ja, ik vind, zeg dan niet dat je een werkbedrijf bent voor mensen met autisme. Want mensen die taal heel letterlijk nemen, die kunnen zich daar wel eens heel aan gaan ergeren. Maar heeft het wel zin om je puur te focussen op, hè? Want dat is wat hier ook gebeurt. Dat is eigenlijk ook wel wat er bij de studenten gebeurde. Hè? Men keek heel erg naar de sterke kanten. Ja. Met oog, daardoor begeleid, met oog voor wat minder goed ging. Maar er was expertise om dat te doen. Nou, ik ben op zich heel enthousiast hoor over Autitalent. Ik heb ook veel cliënten verwezen naar hen. En het is ook de opzet eigenlijk dat als het mogelijk is, dat ze op een gegeven moment weer uitstromen. En dat ze gewoon in dienst komen bij een reguliere werkgever. En dat gebeurt ook af en toe. En als zolang dat niet gebeurt, zijn ze onder de paraplu van Autitalent. En je kunt erover discussiëren. Wat wij net ook deden, zo van hoe zit dat dan met de subsidie en zo. Maar goed, het mooiste zou zijn natuurlijk als werkgevers massaal zouden zeggen van, zoals we gisteren in feite van de NS ook in feite probeerden te ontlokken, gooi er maar een advertentie tegenaan in de krant met mensen met autisme gezocht. Ja. Nou, jij bent vandaag, dat is misschien wel even aardig om daarnaar te kijken, naar een congres geweest. Het was een congres in Utrecht over werk en autisme. Zo'n 30 bedrijven waren bij elkaar om na te denken over de vraag hoe je nou een autismevriendelijk bedrijf kunt worden. Wat moet je dan als bedrijf doen om ook mensen met autisme als personeel aan je te binden? We gaan kijken naar een verslag van Gijs. Aan het woord ziet u Bert van Bochelen. Hij is oud-bestuurder van de CNV Vakcentrale. En hij bouwt aan een netwerk van werkgevers die gemotiveerd zijn om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan werk te helpen.
Het doel van de dag was om met werkgevers, op de dag van het autisme, met werkgevers aan de slag te gaan om meer werkgevers zover te krijgen dat ze plek maken voor mensen met autisme binnen hun bedrijf. En we hadden hier vandaag 50 verschillende werkgevers, van groot tot klein. En een stuk of 50 mensen die de doelgroep vertegenwoordigden, ervaringsdeskundigen en andere deskundigen op dat terrein. En we hebben een buitengewoon inspirerende middag gehad, waarbij blijkt dat werkgevers zien dat er geweldig veel talent zit onder mensen met autisme. En dat werkgevers ook zien dat er nog geweldig veel werk verzet moet worden om de werkvloer uiteindelijk rijp te maken voor mensen met autisme. En dat is het mooiste aan het eind van deze dag, dat eigenlijk alle werkgevers hebben gezegd van ik ga een volgende stap zetten om mijn werkvloer autisme vriendelijk te maken. En dat is niet uit aardigheid voor zielige autisten, maar dat is gewoon omdat werkgevers zelf ook zien dat je mensen met autisme gewoon geweldig goed kunt gebruiken in je bedrijf. Nou, daar gaat het om en een mooi resultaat konden we niet bedenken. Ik wil het hebben over de ambassade. En dat wordt mijn werknaam voor het netwerk van autismeambassadeurs. Dat hebben wij gestart en dat zult u de komende jaren gaan merken. En kunt u dat meedoen. De doel is autisme normaler te maken. We hebben het woord al vaker gehoord vandaag. Normaal, zoals wat je tegen kunt komen overal. Kun je even vertellen hoe de dag verliep? Het dag verliep, hij vertelde het eigenlijk al. Er zijn een aantal ervaringsdeskundigen aan het woord geweest. Maar daarna, en ook mensen die werkvormen hebben van arbeidsbureaus en jobcoaches. En daarna zijn alle bezoekers in groepjes uiteengegaan. En is er eigenlijk gesproken over, hey, wat kun je nou als bedrijf direct al doen voor mensen met autisme? Daar zijn wel een aantal beloftes gedaan. Vaak zijn de beloftes die ik gehoord heb. Ik heb ook bij een tafel gezeten. Nou, wordt er bijvoorbeeld gezegd, nou, ik wil meer gaan kijken naar hoe ik mensen met autisme binnen mijn bedrijf kan embedden. Dat is ook een goede gedachte. Ik wil meer gaan kijken naar wat die doelgroep dan inhoudt. Ik heb geen harde dingen gehoord van bijvoorbeeld volgend jaar zoveel. Dus zoveel op de werkvloer. Wat voor bedrijven waren er? Wie heeft er interesse? ING was er, McDonald's was er, de Belastingdienst was er. De Belastingdienst? Dan moeten we nog meer letten op. Ja, ik was al bang. Ja. Ja, het is wel mooi met Wereld Autisme Dag. Blauwe envelop natuurlijk. Maar zie, je zegt, je ziet dat ze interesse hebben. Ja. Maar ze geven nog geen belofte. Kunnen ze het al wel invullen? Ja, mensen krijgen langzaam informatie, hè. Ze krijgen langzaam informatie over die doelgroep. En dit is een gespecificeerde doelgroep. Dit is normaal tot hoogbegaafd. Dus een andere doelgroep was waar anders altijd naar gekeken is. Met autisme werd vaak minder begaafd geassocieerd. Die doelgroep is nou anders en wordt nou anders gepresenteerd aan werkgevers. En dit is eigenlijk het begin van een. En dan was dit de openingsconferentie van de start, dat daar een hele hoop grote bedrijven over na gaan denken. En daarbij is ook het ambassadeursnetwerk in het leven geroepen. Daar zit ik onder andere ook in, en Diederik Weven. En wij kunnen dan naar bedrijven toekomen om over autisme te vertellen. Of te kijken, hoe kunt u dat in uw organisatie embedden? En denk je dat het een vlucht gaat nemen, Alida? Nou, ik hoop het. Ik heb ooit voorbeelden gezien in Engeland, in Londen, waarbij dit op een hele constructieve manier ook gebeurt. Dat ze echt binnen grote bedrijven ook veel meer bekendheid en zelfs hele comité's hebben. Die zeg maar in zo'n bedrijf kijken van, hey, waar kunnen wij mensen met autisme een werkervaringsplek geven? En op den duur ook, als het goed gaat, een gewoon arbeidscontract. Dus het zou mooi zijn als er meer bekendheid is en binnen zo'n bedrijf ook. Ja, het een aantal is mensen zijn die zich daar hard voor maken. De wet poest ons nu ook, hè? Straks een participatiewet. Ja. Die zegt dan van, je moet geloof ik 5% van het aantal werknemers dat je in dienst hebt, moeten mensen zijn met, ik weet niet hoe het daar omschreven wordt. Ja, met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En het idee is eigenlijk, oké, we gaan nu vanuit autisme, gaan we die groep heel duidelijk aanreiken. Met voorbeelden, met hulp, met handvaten. De normaalste zaak van Bert van Bochelen, die biedt aan om dat traject mee te begeleiden. Wij van de ambassade, ambassadeursnetwerk, bieden daarvoor aan om bedrijven te begeleiden. Dus we willen daarmee eigenlijk heel concreet een pakket aanbieden om mensen met autisme aan het werk. Maar
Het eerste woord is bij de bedrijven, niet het laatste woord. Ja. En als jij dat zo hoort, Matthijs, denk je dan onmiddellijk... ik ga dat volgen, want daar zit misschien voor mij ook wel toekomst in? Of is dat het te ver van je bedshow? Ik ben een beetje sceptisch, omdat ik ook al min of meer in een traject zit... waar de gemeente me ook al mee aan te helpen ben aan ander werk. En dat wil niet vlotten. En het enige wat ik in mijn omgeving de hele tijd te horen krijg... is van dat alles niet wil vlotten, dat er gewoon sowieso geen werk is. En dat op het moment van dat er iets mis met je is... dat je nog veel minder kans hebt. Dus... ik ben sceptisch. Het klinkt als een leuk iets. En ik hoop van harte van dat het wat gaat worden. En dat het iets is, want het biedt kansen. Het is natuurlijk een verschil, hè? Of je begeleid wordt zeg maar, door de overheid. Of dat een werkgever ziet wat voor sterke kant je kan hebben als iemand met autisme. En waardoor wellicht ook wat productiviteit op een bepaald vlak omhoog kan gaan. Mm. Dan heb je een andere benadering. Want ik schrok wel van die 18% die we noemden in het begin van de uitzending. Denk je dat die omhoog kan, dat die een reëel beeld geeft? Ja, ik vind dat een heel lastig cijfers. Want ik denk ook, van is iedereen erbij betrokken bij die cijfers? Er zijn zoveel mensen met autisme die niet bekend zijn... of niet eens een diagnose hebben en die ook goed aan het werk zijn. Maar ik denk op zich dat het wel reëel is. Want ik zie ook hoe lastig het is. Wij hebben natuurlijk hier op de polykliniek wel cliënten... waarbij het ook extra vastgelopen is of extra moeilijk. Maar ik denk dat het over het algemeen wel moeilijk is als ik het... zo meekrijgen voor mensen met autisme. Ik verwacht veel van die bedrijven. Ja. Kom maar over de brug. Ze hebben er baat bij, ook zelf. Ja, maar ook de mensen met autisme, die hebben daar ook weer een aandeel in. Dat is een wisselwerking. Ja. Nou goed, als je wilt weten welke bedrijven er mee doen... dan kun je de interactieve kaart bekijken op www.denormaalstezaken.nl. Nou, wat is er nu mooier dan eindigen met goed nieuws? Ik had het er in het begin van de uitzending al even over. Wie werk zoekt en in de waaijong zit... moet goed opletten. In Velp bij Arnhem wordt binnenkort een werkplaats geopend van het bedrijf No Excuse. Ze maken websites en apps en ze zoeken talentvolle jongeren met autisme. No Excuse is op zoek naar nieuwe medewerkers. We hebben in de afgelopen jaren heel veel vragen gekregen van mensen die graag bij ons zouden willen werken. Op dat moment hadden we geen plaats. We hebben nu zelf 15 medewerkers en daarmee zitten we ook aan onze tax. In samenwerking met Zorgdigi gaan we binnenkort een nieuwe vestiging opzetten in Velp. En voor die vestiging in Velp zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers met de volgende kenmerken. Een autisme spectrumstoornis, in de waaijong, een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie en een aantoonbare passie voor ICT. Denk je dat je aan deze kenmerken voldoet? Dan kun je naar ons mailen of contact met ons opnemen. En mailen kun je naar info@noexcuse.nl. En als je wilt bellen kan ook 0481 450 640. Dat is het telefoonnummer. Nou, dus, ik heb even meegeschreven, 0481-450-640 of mailen naar info@noexcuse.nl. En je kunt natuurlijk ook altijd de uitzending nog een keer weer terugkijken om te checken hoe je kunt reageren. Mijn gasten, bijzonder hartelijk dank voor jullie openhartigheid, jullie kennis, de ervaring die jullie ter tafel hebben gebracht. Dank van mijn kant en ongetwijfeld ook van de kijkerskant. Autisme TV is te volgen via onze Facebookpagina, Twitter, LinkedIn. Blijf reageren, heeft u na gisteren ook gedaan. Heel prettig. Je kunt rechtstreeks via de homepage van Autisme TV naar deze social media. Morgen zijn we er weer dan met een uitzending voor ouders. Ook weer vanaf 8:30. En dan heb ik net als bij de eerste aflevering weer een kijktip voor straks, zometeen. De documentaire zender HollandDoc, die zendt om 9:30 een documentaire uit over de autistische Jeroen. Het is een 15-jarige jongen, heeft het verstandelijk vermogen van een kind van 4. Hij is zeer gevoelig voor prikkels en heeft voortdurend zorg en begeleiding nodig. De documentaire heet Jeroen Jeroen en is de best bekeken HollandDoc uit het jaar 2012 en werd op IDFA 2011 genomineerd voor beste Nederlandse documentaire. Moeite dus waard om te kijken. HollandDoc kun je bekijken online via www.hollanddoc.nl of via de televisie als je dat kanaal kunt ontvangen. Voor mensen die nu behoefte hebben om te praten, er is een telefoonteam dat klaar zit voor u. Kan tot een uur na deze uitzending. Telefoonnummer is 026-3333, 4×3-037. 026-3333-037. Elke uitzending deze week sluiten wij af met een talent. En dat doen wij vandaag ook. Het talent van de 12-jarige Pim. Je zou hem ook molenaar kunnen noemen.
Ik ben Pim van Achthoven en ik woon in het dorpje Winnesheim hier dichtbij. En mijn passie is deze molen. We zijn in de molen en hier is het luiwerk. Vroeger kwam dan hier onderaan het paard en wagen kwam binnen. En dan werden de zakken kwamen daar dan binnen en die gingen dan omhoog. En die gingen dan of in die bak daarachter, of die gingen gelijk al naar de steen om te gemalen te worden. Met de verhuiswagen kwamen we langs, omdat we hier dicht in het dorpje in de buurt kwamen wonen nu. En toen haalden we hier elke keer brood. En toen heeft mijn zusje een keer geholpen met opzeilen van de wieken. En toen zei ze, nee, ik vind het niet echt leuk, maar misschien vind jij het wel wat. Toen ben ik hier gekomen en toen vind ik het wel erg leuk. Kijk, en nu gaat hij malen, zeg maar. Door deze vierkant is, dan gaat dit ding, eigenlijk hoort het, zo heen en weer te gaan. Dus dat een meel daarin valt. En dit is het kruinrad waarmee we de molen op de wind kunnen zetten. Daar woon ik, in dat dorpje daar. En dan fiets ik elke zaterdag gewoon in. Hier kunnen we niet verder, want hier hangt een lint en dan krijg je een klap van de molen. Ja. Ja, dat moet niet gebeuren. Nee. Als je zo met mij zit te praten, denk ik van, het is er aan de hand. Je bent een autistische jongen, dat zou ik zo niet zeggen. Hoe kwamen ze erachter dan, dat er iets anders was aan jou? Ik ging volgens mij naar karakter en daar is een onderzoek gekeken wat ik had. Maar nu kunnen we wel verder lopen, want hij staat stil. Ja. Oké, nu is al wat meer. Ik ga niet echt heel snel vandaag. En uiteindelijk valt het dan in deze zak en die wegen we daar en dan doen we het in die bak. Dus dat later weer via dat luiwerk, wat ik net heb laten zien, naar beneden gaat voor de winkel. En je wilt het echt wel blijven doen? Ja, voorlopig wel, ja. Kun je dan op den duur ook echt molenaar worden? Of wat, ja, je kan afstuderen molenaar. Dat kan tegenwoordig nog steeds en ik weet niet of ik daar nog wel moet nog over nadenken. Dat weet ik niet.